Wat je met de kerst moet maken, nou dat weet ik wel, maar de wijnen, daar word ik toch een beetje zenuwachtig van. Sommelier Milton, a.k.a. de wijnkenner, die gaat ons helemaal wegwijs maken in wat we bij mijn drie kerstklassiekers eigenlijk moeten schenken. Wat heb je meegenomen? Nou, ten eerste, stress is natuurlijk nooit goed met kerst, nee. Dus daarom ben ik blij dat ik er ben. Dit is een wijn uit de Rhône, bij de kalkoen. Dit is een lekker glas uit Chili en wit lekker bij de zalm zo meteen. Nou, ik ben benieuwd naar de eerste. Laten we proeven. Zullen wij die gaan proeven? Ja, lekker. Ja. Dus dit is Saint-Martin Côte du Rhône, gemaakt door een Nederlandse jongeman. Je moet draaien omdat de lucht dan lekker in kan komen. Dus lekker draaien. Ja. En een beetje proosten misschien. Ja. En ja, in die geur ruik je al meteen heel veel fruiten. En het is fris, hè? En dat is juist het lekkere bij jouw kalkoen. Oké. En dan bij mijn entrecote die ik zo meteen ga bakken. Ja, bij entrecote doen we een lekkere wijn uit Chili. Zo, een lekkere Chileen is dit. Ja. Carmenere. En reserva betekent dus dat hij op hout heeft gerijpt. En dat ruik je denk ik. En dit is goed bij mijn entrecote. Dit is heel lekker bij je entrecote. Juist die grillsmaak. Oh, inderdaad. Toasty ook dus goed bij je kerst- of winterbarbecue. Wat is nou lekker bij zo'n vette vis? Bij zo'n vette vis moet je wijn nemen die ook een beetje vettigheid heeft zelf. Dus we gaan daar een bourgogne bij doen. Chardonnay. Ik pak de glazen. Jij pakt de glazen. Mooi. Schenk hem maar vast in. Ook weer schroefd op. Lekker makkelijk. Omdat je bij die zalm ook een klein beetje koriander hebt. En wat frisse tonen, is dit heel erg lekker daarbij. Oh, heel zacht ook. Heel zacht. Heel lekker zo meteen bij zalm. Echt heel lekker. Maar toen ik zei Millie, want hij heet Milton, dus ik kan hem ook Millie noemen. Ja. Kom even langs met je wijnen. Toen zei jij, ik vind het moeilijk om te kiezen. Dus je hebt nog drie wijnen meegenomen die ook hierbij zouden passen. Ja, want natuurlijk, er zijn natuurlijk meerdere wegen die naar Rome leiden met een wijn-spijscombinatie. Drie alternatieven, want ja, eigenlijk moet je het gewoon even lekker van tevoren proeven. Dan heb je hier een hele lekkere Bourgogne Cremant. Oh, dat is mijn favorite. Super lekker is dit. Dit is Puglia Primitivo, hart van de laars, lekker glas. Krachtig. Dit is Niche uit Valencia. En het mooie is, deze wijn is heel betaalbaar. Kijk, en daar houden we van, want december is al duur genoeg die hele maand. Deze wijn kan je gewoon krijgen bij de HEMA. Ha, had je niet verwachten. Mooie prijsjes, goede smaken en wij wensen jou een heerlijk kerstdiner met wijn en spijs. Zeker, zeker, zeker.